Welkom allemaal weer bij een nieuwe Lonneke Tours USA. En deze keer neem ik jullie mee op de fiets. Maar ik ga niet fietsen, Dirk gaat fietsen. En ik weet totaal niet waar hij naartoe gaat. Dus ik ga gewoon uitleggen wat ik zie live terwijl ik kijk. Het is deze video is niet live, maar ja, op het moment dat ik het zie, ga ik dus meteen een reactie geven. Dirk rijdt hier op Houston Street, op de grens met Soho en The Village, de West Village. En hij rijdt richting de West Side, richting Hudson River. En dit is een brede straat, die hebben ze ooit gemaakt door een hele rij huizen weg te halen, zodat het een brede soort snelweg zou worden. En hier gaat hij denk ik rechtsaf, Sixth Avenue, op en dan richting het noorden. Het lijkt een rustig dagje dat hij aan het filmen is, of dat hij aan het fietsen is. Dus we zullen zien wat we allemaal tegenkomen. Hier zijn we op het kruispunt bij Bleecker Street. Het is vroeg in de ochtend dat hij dit filmt. Hij is onderweg naar een afspraak. En daardoor is het zo lekker rustig. Het is heel erg genieten in New York. In New York City, als het heel vroeg is in de ochtend, dan is iedereen aan het ontwaken. En de zon komt in de zomer altijd zo heel mooi op. Kun je hele mooie foto's maken. Dit kan trouwens ook in de winter en de herfst natuurlijk. Maar ja, deze video is gemaakt in de zomer. En in de lente kan het ook. Hier rechts is een gebied waar eigenlijk normaal best wel druk is met ook daklozen. Maar die zijn ook nog niet wakker, denk ik. Dus daar is het ook nog rustig. We zijn er op de hoogte van Washington Square Park. Op Sixth Avenue. Dus we zien niet het park, maar het park ligt aan de rechterkant. Voor de mensen die een beetje downtown New York City kennen, dan weet je ongeveer waar we zijn. We rijden zo langs die kerk daar. En dat is volgens mij nu een bibliotheek. Of het was een bibliotheek. Kruispunt met 8th Street. Dus we zijn al op de 8e straat. Dirk gaat even op een fietspad rijden. Die hebben ze ook steeds meer in New York. Want New York is een van die steden die wil graag dat iedereen gaat fietsen. Daarom hebben ze nu ook een nieuwe tax. Een congestion charge. Voor downtown. Vanaf januari 2024 gaat hij in. Als je dan onder, volgens mij 60ste straat, downtown New York binnenrijdt, dan moet je best wel veel geld betalen. Dat is allemaal eigenlijk om mensen op de fiets te krijgen en niet meer met de auto downtown. Je ziet dat je soms een beetje links en rechts moet fietsen. Vogeltjes fluiten ook hier in het drukke. Je moet wel een beetje uitkijken, ook voor auto's en zo. Want een paar jaar geleden zeker, dan waren auto's en vooral taxis, die waren helemaal niet gewend aan al die fietsers. Daar rechts zie je alle werkers, de workers. Die zijn onderweg naar het gebouw wat ze aan het bouwen zijn. Het is wel echt bijzonder hoe die binnen een paar maanden vaak zo'n groot gebouw kunnen uit de grond kunnen stampen. Hier links. Dit is 14th Street, de kruising met 14th Street. Die was vroeger altijd heel druk, maar ze hebben 14th Street eigenlijk alleen nu open voor bussen. Dus niet meer voor het gewone verkeer. En je ziet dat dat verschil maakt. En het gebouw hier links is ook recentelijk afgebouwd. Het is verder wel een beetje een gebied wat een beetje smerig is, zoals je ziet. Maar iedereen gaat nu gewoon door in New York City. Dat is wel zo, New Yorkers gaan altijd door. Wat er ook voor tegenslagen zijn of hoe het ook is. Ze hebben gewoon grootse plannen voor de rest van hun leven. En daar gaan ze elke dag aan werken. Dus dat vind ik wel inspirerend. En 's ochtends zijn er natuurlijk heel veel vrachtwagens die alle groceries, alle boodschappen en de supermarkten komen bevoorraden. Hier rechts is een heel mooi oud gebouw, maar er zit nou Bed Bath & Beyond in. En TJ Maxx, een van mijn favoriete winkels. Dus daar ga ik altijd kijken of er nog een
goede deal te scoren is. Bed Bath & Beyond is, en links is trouwens de Container Store, een winkel met alleen maar opbergdozen. Echt helemaal geweldig. Maar Bed Bath & Beyond is failliet gegaan. Dus ik weet niet wat er nu met die winkel gebeurt. Die was net nieuw. Zoals je ziet zijn er heel veel taxis. Tenminste, er zijn taxis. Dat was een tijd geleden wat minder tijdens de COVID-gedoe. Trader Joe's links. Dat is die winkel waar ik het vaak over heb bij Lonneke Talks USA. Dat we daar vaak gaan winkelen. Dat ze daar nog helemaal volledig bemande cashieres, kassa's hebben. Dus dat vind ik heel fijn. Want ik hou niet van zelf scankassa's. En wat dat betreft Bed Bath & Beyond, waar we net rechts langs, die aan de rechterkant lag. Die hadden in de nieuwe winkel alleen maar hele moderne zelfscankassa's. En ik ben er één keer geweest en dacht ik ook, ja, daar ga ik niet meer heen. Sommige mensen zijn aan het joggen, sommige mensen onderweg naar hun werk. Het is nog best wel rustig. Ik denk dat dit echt heel vroeg in de ochtend was. 8 uur of zo. Ondertussen zijn we alweer een beetje bij Midtown, 25th Street. En als je 's ochtends gaat fietsen, dan heb je dus heel veel ruimte. Je ziet hier rechts een fietser met een bakkie. Ik denk dat dat van Amazon of van Whole Foods is. Die rijden zo rond om de boodschappen bij mensen thuis te brengen. Met zo'n bakje erachter. Ja. Het fijne van New York is wel dat het allemaal blokken zijn. Dus het is immer gerade aus. Oh, hier zijn ze bomen of zo aan het afleveren. Als je naar het noorden moet, dan ga je helemaal, ja, één weg rechtdoor. Daar links zag je ook nog een dakloos iemand liggen slapen. Ik vind wel dat Dirk heel smooth overal tussendoor fietst. Het gaat tot nu toe best wel vloeiend. Alleen sommige mensen staan dus gewoon op het fietspad. Dat is dus echt niet de bedoeling. Is super gevaarlijk. Krijgen ze eigenlijk, moeten ze eigenlijk een boete voor krijgen. Staat ook politie, zoals je ziet. Allemaal politieauto's hier. Maar niemand doet er iets aan. Ja, en dan zijn er ook fietsers die wat minder hard fietsen dan Dirk. Dus die moet hij dan inhalen. Nu zijn we bij, volgens mij is het Herald Square. Ja, waar Macy's en zo ligt. Voor de mensen die hier als toerist wel eens zijn geweest, die zijn vast en zeker wel naar Macy's geweest. Er komt, dadelijk ligt dat aan de linkerkant. Dit is ook zo'n, ja, square, zo'n plein. Hier links ligt Macy's. Waar dus ook veel toeristen komen winkelen, omdat hier allemaal winkeltjes zijn. Zoals Victoria's Secret en dat soort dingen. Macy's. Oh. Er is voor iemand die... Dirk... Oké, ja, dat moet een piepje worden. Ja, er rijden dus wel mensen met als fietspad met oortjes in. Die zijn er helemaal niet bezig met de omgeving. En dan rijden ze midden op het fietspad. Dat is natuurlijk wel vervelend als jij lekker door wil fietsen. Oké, okay, hier heb je zo. Dit is ook heel erg populair de laatste tijd. Zo van die kleine stepjes. Super gevaarlijk. Volgens mij heeft Dirk ook al iemand zien verongelukken. Die gewoon echt dood is. Omdat hij dus op zo'n stepje zo heel hard. Door New York City ging. Want dat, die dingen gaan echt gewoon heel hard. En je denkt allemaal dat het leuk is. Totdat je ineens moet remmen of dat iemand tegen je aanrijdt. Ja, dan heb je niks bij te zetten. Wat ook veel Amerikanen doen, ik weet niet of Dirk dat doet, maar heel veel hebben altijd een helm op. En het lijkt me op zich wel slim als je fietst door de stad om een helm op te zetten. Omdat, ja, veel mensen kunnen gewoon niet rijden. Ze krijgen hier echt een rijbewijs bij een pakje boter. Je moet echt iets van 20 vragen beantwoorden op een computer. En dan gaat de vijfde van gaat erover, mag je drinken met het autorijden? Nee, natuurlijk niet.
En dan moet je dus 5 minuten bij iemand in de auto zitten. En die rijdt dan een rondje met jou. En dan moet je inparkeren. En heb je dat gedaan, dan ben je geslaagd. Ja, mensen moeten ook opletten als ze oversteken natuurlijk. Dirk was echt on a missie hier. Dit is een dokter of een nurse. Met een turquoise pakje aan. Of een physical therapist of zo. Iemand die iets in medisch doet. Die hebben zulke pakjes aan vaak. En die heeft dus ook zo'n step. Het is heel handig hoor, als je heel snel ergens wil komen. Ja, hier heb je zo'n situatie met auto's van die dan links afslaan. En dan hebben ze gewoon geen erg in dat er dan zo'n step heel hard aankomt. Of een fiets. Ondertussen zijn we eigenlijk alweer bij 45th Street. Oké, Dirk is aan het duelleren met die man op het stepje. De ene keer gaat Dirk harder en de andere keer de andere. Dit is dus meer Midtown. Hier heb je wat meer ook de financiële instituten. Je hebt hier ook wat broadcasting channels. Die komen allemaal hier vandaan. En je hebt natuurlijk ook Radio City Music Hall aan de rechterkant. En voor de mensen die van kerst houden, als je ooit met kerst in New York bent, dit is de plek om een show van de Rockettes te gaan bewonderen. Dat zijn vrouwen die allemaal zo heel precies met de benen omhoog dansen samen met Santa Claus. En het is superleuk. Ik ben er ook wel eens geweest, dus zeker aan te raden. Daar tegenover zijn dus allemaal kantoren en eromheen. Dit is ook dicht bij Rockefeller Center. Aan de rechterkant. Maar zoals je ziet, het is heel rustig. En als je hier een uur later filmt, dan is het gewoon super druk. Want dan moet iedereen beginnen om 9 uur. Sommigen beginnen wel eerder. Dit is het Hilton Hotel links. Heel raar hotel. Eigenlijk was een hoge toren. En dan is er zo'n heel hoog overdekte, zeg je dat, inrit. Met daarboven volgens mij een evenementenruimte. En we komen al richting, je ziet het erachter al, Central Park. Daar is hij bijna. Oh, daar hebben we de man weer met zijn stepje. Ja, je ziet hè, hoe snel die dingen kunnen gaan ineens. En ja, dat is gewoon best wel gevaarlijk. Je ziet er ook een schoolbus die onderweg is naar een school. Ook in New York gaan kinderen met de schoolbus naar school. Naar waarschijnlijk een hele dure school. En dit was 57th Street waar we voorbij kwamen. Waaraan dus ook veel dure winkels liggen. En dan richting Fifth Avenue, dan, daar is het allemaal luxe winkels. En dan zijn we bij Central Park. Gaat Dirk hier doorheen rijden? Dat zou wel leuk zijn. Dan krijg je ook nog een tour door Central Park. En wat gaat die man in zijn groene pakje doen? Die is al het park in. Die is er even voor geschoten. Nou, links heb je Columbus Circle. Daar heb je de Time Warner buildings, dat zijn hele grote torens en die geven eigenlijk best veel schaduw over het park. Deze straat heet Central Park South, aan de zuidkant van Central Park. En daar zijn een aantal, ze noemen het ook wel Billionaires Row, een aantal dure, hele hoge, dunne, lelijke gebouwen waar allemaal biljonairs wonen. En die, sommige lijken net een lucifer en zo, dat vind ik gewoon niet zo mooi, dus dat vind ik wel jammer. Maar die mensen hebben natuurlijk geweldig uitzicht. Je ziet hier links daarboven al een beetje een paar van die torens. Dus Dirk rijdt hier via de grote weg het park in. Deze weg is eigenlijk meestal voor verkeer gesloten. Dus dan kun je lekker door het park fietsen. En mensen gaan dan ook joggen, zoals je ziet. En downtown is het vlak, maar dan gaat het, naarmate je naar boven komt, het is op een rots gebouwd. Dus je gaat echt bergop. Dit is echt een hele goede exercise. Een goede training
Het is echt heuvelachtig. En heel veel mensen hebben dat niet door. Die denken dat Manhattan is toch gewoon heel vlak. Nee, het is gebouwd op een rots. En sommige plekken is het echt heel hoog en heuvelachtig. Dan moet je echt even flink... Het is net of je een berg aan het beklimmen bent. Dus dat is ook als je bijvoorbeeld de marathon rent. Binnenkort in november elk jaar is er de marathon in New York. En die mensen hebben daar ook altijd last van. Dat ze dan ineens een stuk omhoog moeten rennen of omlaag. Dat denk je eigenlijk niet. Je denkt dat het best wel vlak is, maar dat is dus niet zo. Het is wel een hele mooie dag. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Als je hier bij Central Park woont en je gaat zo elke ochtend een rondje joggen of fietsen, lijkt me wel echt lekker de dag beginnen. Maar zoals je ziet, je bent best wel een eindje aan het fietsen vanuit ons, vanuit downtown, om bij Central Park te komen. Daarom kiezen mensen die in New York wonen, in Manhattan. Ga je bij Central Park wonen of ga je downtown wonen? En die mensen die downtown wonen, die gaan vaak rennen dan bij de Hudson River. Dus waar Dirk rechts afging, Sixth Avenue omhoog, daar rij je dan een beetje door richting de West Village. En dan kom je bij de Hudson River en daar gaan mensen dan daar rennen. En als ik dan soms hier loop zelf, dan denk ik ook van, ja, Central Park is ook wel echt leuk om hier te wonen. Maar het is best wel duur als je daar omheen wil wonen, in de Upper East Side vooral, dus aan de rechterkant. Maar het is een ander soort leven, het is meer echt... Ja, je leeft meer in een park. In downtown leef je meer in die mooie oude gebouwen. En minder doorman buildings. Hier uptown heb je heel veel buildings, heel veel gebouwen waar dus een doorman is. Ja, is gewoon net wel anders. Dus iedereen heeft daar zijn eigen voorkeur voor. Ja, ik ben maar gewoon een beetje aan het praten van de dingen die ik zie. Het is een hele mooie, rustige dag. Volgens mij gaat Dirk hier rechts af richting 75th Street. Als ik het goed heb. We gaan even kijken waar we uitkomen. Dus dit is 5th Avenue. En ik kan het net niet zien, maar misschien zien we het dadelijk wel. Welke straat dit is. Dus hij is nu de Upper East Side. En dan zie je dus die gebouwen rechts. Die huizen die zijn dus echt heel duur, die townhouses. Dan moet je echt aan tientallen miljoenen denken. We zijn nu bij Madison Avenue. Die begint bij 23e straat en dan gaat hij omhoog. En dan de volgende is Park Avenue. Dat is een straat met een tussenstuk, dus een tussenparkje ertussen. En daar hebben ze heel veel kunst altijd staan. Dus even wachten tot we over kunnen steken. Maar nogmaals, het is hier in dit gedeelte wonen toch meer families met kinderen en oudere mensen. Nou, je wil niet achter zo'n bus. Alhoewel er steeds meer bussen zijn die elektrisch zijn, maar deze is volgens mij... Nee, heeft geen uitlaat, is die wel elektrisch dus. Nou, vroeger was die wel met uitlaat en diesel en dan wil je er als fietser niet achter zitten. Hier rechts zie je iets wat je door veel meer plekken in de stad ziet. Van die fietsen die je kan huren. Dit is Park Avenue. Wat ik zei, Dirk gaat hier links. Maar je hebt dus... In het midden heb je een parkgedeelte. Dus is ook zo'n brede weg. En hier zijn ook heel veel grotere appartementen gebouwd. Met doormen. En die... dit wordt dan een beetje als het allerluxe gezien. Dat mensen hier wonen. Of ze wonen in een heel duur townhouse. Of ze wonen in een duur appartement hier zo aan Park Avenue. En ondertussen probeer ik even te zien op welke straat we alweer zitten. 75th. Oké, dus hij was iets eerder. 72nd of zo was hij rechts gegaan. Als het druk is op de weg, dan ben je eigenlijk al 2 uur langer bezig om deze hele route te filmen. Maar je kan
wel echt zien dat na COVID is, dat er gewoon veel minder mensen... Ja, minder auto's en zo. Dat is toch wel opvallend. Er is minder gewoon verkeer. Nou. En dan denk ik dat Dirk bij zijn afspraak aangekomen is. Want volgens mij gaat hij nu zijn fiets parkeren. En de afspraak is klaar. En nou gaat Dirk weer terugrijden. Ik weet niet of je dezelfde route gaat doen. Maar dan zie je weer... Volgens mij is het een andere route. Dan zie je een ander stukje van New York City. Dus het is nu al wat drukker. Omdat het nu later op de dag is. In de ochtend. Er staat een politieagent het verkeer een beetje door te laten gaan. Een beetje het verkeer te helpen. Ja, we kunnen weer. En Dirk gaat linksaf. Nu rijdt hij dus downtown over Park Avenue. Richting downtown. 76th Street. Een beetje mensen ontwijken die oversteken. Het is echt wel heel spannend allemaal hoe die links en rechts gaat. Maar Dirk rijdt vandaag dus nu down, naar richting downtown. Dit is ook typisch, zo van die ontluchtingsbuizen. Van die, hoe heet dat? Om de rook die uit de subway komt, om die af te voeren. Dus dat is ook echt typisch New York. We zijn hier in, ik denk 72nd of zo. Dat is meestal een bredere straat. Dan zijn we bij Madison weer. En links zie je dus dure townhouses liggen. Volgens mij rijdt hij zo Central Park in. Fifth Avenue. Mensen zijn al een hondje aan het uitlaten of zijn al aan het wandelen. Het is nog steeds ochtend, maar wel wat later. En dan zie je ook doordat de zon meer op is en dat er wat meer mensen zijn. Dit gaat nu linksaf richting downtown. Oh nee, hij gaat toch rechts. Dit was een schijnbeweging. Een schijnbeweging. Nu gaat hij weer richting het westen. En iets noordelijker. Ja, omdat die wegen in Central Park, die gaan dus allemaal zo heel glooiend. Ga je soms even richting noorden, dan weer naar het westen, dan weer naar het zuiden. Om uiteindelijk dus richting het zuiden te gaan. Maar ik denk dat hij nu via de naar de andere kant gaat. Naar de westkant. En hier rechts zie je een heel mooi stukje van Central Park. Daar staan ook altijd mensen met carriages. Gelukkig ook meer mensen met bike carts. Of hoe noem je dat officieel? Die je dan ergens naartoe rijden. Vroeger waren het heel veel paarden. Maar daar zijn steeds minder mensen fan van. Die willen graag dat die paarden met pensioen gaan ergens mooi op een wei. Hier links heb je van die grote velden waar mensen dan gaan picknicken als het lekker weer is. En vooral in het weekend kan het echt druk zijn. Ja, nog steeds heel veel van die stepjes. Hè. Die zijn helemaal populair hier.
Maar je ziet aan alles met deze dag dat het een hele mooie dag gaat worden. En de zomer van 2023 heeft heel veel van dit soort dagen gehad. Echt geweldig weer. Met maar een paar dagen heet weer en het meeste... Ja. Dus ik ga hier verder over praten, maar... Je ziet dat mensen het moeilijk hebben met het fietsen. Er zit een hond voorop ook. Zie je, dit is gewoon een beetje... Hier gaat het dus wat stijlen. En dan is het dus gewoon wat zwaarder fietsen. En die vrouw heeft er ook even wat moeite mee. En dan ben je er bijna en dan gaat het weer heel hard naar beneden. Zie je, hier zijn van die lelijke... Ja, ik vind ze zo lelijk, deze nieuwe flats. En die zijn op een manier gebouwd dat die heel dun kunnen zijn en heel hoog. Omdat ze minder... Ze hebben een nieuwe methode om te bouwen waarbij ze de liftschachten... Die kunnen ze smaller houden, waardoor ze dus... minder ruimte nodig hebt voor die liftschacht. Waardoor er veel meer gebouwen die zo heel dun zijn en heel hoog kunnen. Die ga je steeds vaker zien. En vroeger was het dus meer zoals die daar aan de rechterkant. Dat het eerst breed is en dan wordt het naar boven toe steeds smaller. Dat hoeft dus niet meer. Maar ja, ik zou er niet willen wonen hoor. Maar ja, dit ding is een echt tientallen miljoenen wil je daar bovenin wonen. Maar mij niet gezien. Zie je, nu gaat het dus weer wat downhill. En dan zie je dus dat mensen weer lekker even... kunnen fietsen en op de step. Vroeger hadden ze hier dus nog niet zo heel lang geleden, ik denk 15 jaar of zo, konden mensen hier met paarden rijden. Want er zijn dan van die paarden langs deze verharde weg. En die zie je op sommige plekken nog dat het zo zandpaarden zijn. Dan kon je dus gewoon een rondje door Central Park. En dan kon je ergens bij 80ste straat in de Upper West Side. Kon je dan een paard huren en dan zelfs een paard gewoon meenemen. Die kennen de Central Park zo goed. Dat kon zelfs zonder begeleiding. En dan gingen ze een rondje maken en kwamen ze terug. De paarden waren zo betrouwbaar. Maar dat kan dus niet meer. Dus je ziet alleen nog maar paarden hier van de politie. Politiepaarden die zijn nog wel steeds hier. En dan heb je die rangers die gaan dan te paard door het park. Want dan kunnen ze makkelijker overal komen. En nu rijdt Dirk dus meer richting het zuiden van Central Park. En ik heb nu hier even het geluid een tijdje uitgesteld, want Dirk werd gebeld tot... dus dadelijk gaat het geluid weer aan. Dus dan kun je weer ook genieten van het geluid hier. Ondertussen gaat Dirk rechtsaf de Upper West Side in. En daar heb je ook bijvoorbeeld Amsterdam Avenue en nog meer van dat soort namen. Dat je toch nog aan het verleden kan denken van... Ja, dat New York ooit toch wel wat te maken had met Nederlands. Nou gaat... Oh, wacht. Zie je, ik ben dus ook helemaal in de war. Hij is uiteindelijk aan het zuiden van Central Park uitgekomen. Dus niet in de West Side. Dat krijg je dus door dat draaien, die glooiingen. Dat je helemaal de weg kwijt bent. En nu gaat hij richting Columbus Circle. Dat ligt dus in het zuidwestelijke hoek van het park. En daar heb je een Whole Foods beneden in het gebouw. Waar we nu recht op afkomen. En dan gaan heel veel mensen daar eten halen. En dan gaan ze zo het park in. Lekker picknicken. En vroeger, een paar jaar geleden, stonden hier dus al die paarden. Die koetspaarden te wachten. Maar dat mag dus niet meer. Die moeten nu voortaan in het park wachten. Maar ik heb er nog geen gezien. Dus ja, die gaan waarschijnlijk later beginnen. Dirk moet hier linksaf. Maar volgens mij gaat hier een beetje... Ja, het is wel een fietspad. En dan een beetje zo hier tussendoor. Ja, in New York moet je gewoon altijd een beetje kijken als fietser en als voetganger van welke kant moet ik op. Dus we zijn nu rond de 58e straat. Volgens mij is dit Broadway. Richting downtown. Wie weet hebben we geluk en zie je nog een stuk van Times Square. Maar dat gaan we daar zien, want ik kan wel een beetje gokken welke kant hij op gaat, maar... Het helemaal zeker weten, weet ik niet, want ik kijk het nu voor het eerst. Het is altijd een beetje zoeken naar die fietspaden, maar zoals je hier links ziet, zie je dus dat er een paar vlakken groen van het fietspad zijn. En dan zijn er weer stukken gewoon geasfalteerd. Ja, het is
Altijd spannend. En mensen lopen ook gewoon over op hun telefoon. Kijk, niet eens opletten of er een fietser aankomt. Ja. Maar we gaan wel richting het zuiden. Overal die fietsen. Echt hele straten worden afgezet om allemaal van die fietsers neer te zetten. Fiets. En mensen lopen ook gewoon over de fietspad zonder te kijken. Het is echt zo bizar. Maar ja, je ziet het zelf dus. Volgens mij komen we nou een beetje al richting Times Square. En dan zie je een beetje hoe het hier overdag uitziet. Ook zie je veel Amerikaanse vlaggen. Mensen zijn toch wel, houden toch nog wel van Amerika. Ze hebben ook wel van die Amerikaanse vlaggen. 52nd Street. Ja. Ik vind dit zelf een wat minder mooi gebied rond Times Square. Want altijd heel druk. En je hebt de Diamond District. Hey, hebben ze Back to the Future? Is dat een show? Dan wil ik die echt zien. Als dat echt een show is. Het is heel een beetje toeristisch hier. Mensen, als ze voor het eerst naar New York gaan, dan willen ze altijd naar Times Square om daar in een hotel te zitten. Maar ik zou het niet doen, want het is 's avonds zo druk, zo lawaaiig. Nou, die meneer keek wel. Dus dan word je niet overreden. Nee, dus ik zou altijd zorgen dat je niet op die toeristische plekken gaat zitten, want dan heb je geen nachtrust. Maar ga er wel heen om te kijken, is natuurlijk altijd leuk. Kijk, we komen al steeds meer bij de lichtjes. Ik vind echt dat Dirk wel echt heel smooth hier overal tussendoor manoeuvreert. En dan weer rechts. Yes. En nu zijn we, je ziet, we zijn nu Times Square. Dus met die grote billboards. Ook 's ochtends vroeg zijn ze allemaal helemaal vol ledlichten. Daar in het midden is een ticketstand. Daar kun je altijd 's middags tickets goedkoper die over zijn voor die dag, kun je goedkoper kopen. Dus als je een paar uur van tevoren gewoon naar een show wil kijken, je hebt niet echt de voorkeur, dan kun je daar dus in de rij wachten en dan krijg je dus goedkopere tickets. En je kan er dus ook een trapje omhoog, kun je mooie foto's maken van Times Square. En vroeger was Times Square maar één klein gedeelte waar dan billboards hingen en nu zie je dat eigenlijk die hele omgeving, overal hebben ze die LED-verlichting. Dus ook 's avonds als het donker is van bovenaf, het geeft altijd heel veel licht. Ik zie de Lion King, die speelt ook nog steeds. CBS News zit daar rechts. En ik zie ook soms merken die ik niet eens ken, dat is echt van de jongere generatie. Ja, die Amerikaanse vlag hier links, die zien mensen wel vaker. Maar het is wel bijzonder hoe die LED, dat de LED-licht gewoon zoveel betere kwaliteit heeft. Nou rijden we dus weer Times Square uit. Rechts is een of andere school of zo, die met z'n allen in gele t-shirts lopen. En I Love New York natuurlijk. Ja, die moet iedereen hebben. Natuurlijk, het is gewoon een geniaal design. Het is altijd leuk om te hebben iets van I Love New York. Of een t-shirt is of een mok. Dit is de Fashion District. Dan zie je wel links aan dat die knoop met die naald erin. Alleen die lijkt of het een nieuwe is. Ik kan me niet herinneren dat hij er, het was altijd wel zo'n grote knoop en naald. Maar ik dacht dat hij andere kleur had. Misschien hebben ze hem opgeknapt. Dus toen ik werkte als model moest ik ook wel eens hier een fitting doen. Dus kleding gaan doorpassen of op maat laten maken voor een fotoshoot. Of naar een casting of zo. En hier zijn ook de gebieden waar je dus bijvoorbeeld de rollen materiaal kan kopen. Katoen of andere stoffen of andere materialen. Alles met dingen maken voor fashion. Dat is hier. En dit gedeelte is ook een gedeelte, volgens mij Koreatown rond deze straten. Ja, die bus die moet echt even opletten. Rechts heb je iets, een billboard van Fox News. Links corona. En hier zijn ze heel erg aan het bouwen. Op het fietspad staat die vrachtwagen. Ja, waar moet hij anders een vrachtauto neerzetten
om te laden en lossen. Er is gewoon niet zoveel plek. Dus ik weet wel dat het niet mag. Maar zoals je hier links ziet, echt alle auto's staan overal te wachten. Oh. Ja, mensen hebben soms... Ik doe er ook wel eens aan mee hoor. Dat je niet helemaal rechtstreeks over gaat steken. Omdat je links moet zijn. Dus dan ga je al een beetje links lopen. Rechts heb je Smashburger. Paris Baguette. Daar kun je wel lekkere broodjes halen. En lekkere pastries. Dus croissants en zo. Of gebakjes. En rechts is een Starbucks, zie ik. Je ziet wel iets meer politie als vroeger. Het was echt een periode heel rustig met de politie. Maar ik heb laatst deze weg naar beneden gelopen. En dit is gewoon niet... Dit is wel een beetje echt... Ja, niet het mooiste stuk van New York. Dit is echt meer industrieel. Gewoon bedrijven en... Ja. Maar ja, dan zie je het, hoe dat eruit ziet. Uiteindelijk kun je overal in New York, in Manhattan in ieder geval, lopen. Overdag, dat is wel fijn. Als je bijvoorbeeld in een andere stad gaat, zoals San Francisco of Los Angeles, dan zijn er gewoon buurten. Dan is de ene buurt goed en dan de volgende niet. En dan die daarna weer wel. Hier, het is wel zo dat op bepaalde parken heb je wel wat overlast van daklozen. Maar dat is dan een hoek van een straat of zo. Het is niet echt een hele buurt. Is dit... waar zijn we nou? Eens even kijken hoor. Welke straat we zijn. Of we het zo snel ergens kunnen zien. Oké. Eens even kijken. Zijn we alweer bij 25e straat of zo? Ja, 24. We gaan al dadelijk naar... Dit is Hell's Kitchen waar we net doorreden. En nu gaan we naar Chelsea. Er wordt een beetje gezegd dat het een gay neighborhood is. Dat er heel veel mensen, ja, LGBTQ wonen daar. Maar ja, het is gewoon een leuke wijk. Alleen de meeste mensen willen toch liever dan toch in Greenwich Village wonen. Nou, dat ging ook wel even net goed eromheen. Je moet altijd heel goed anticiperen als je in New York aan het fietsen bent. Dat zie je wel. Ook als je in het auto rijden bent trouwens. Maar nu begint het alweer mooier te worden. Dus dat is wel... Dat als je door een iets mindere buurt... Dan weet je dat het uiteindelijk weer goed komt. Dat er weer een mooi gedeelte komt. Welke straat gaan we nou naar beneden? Is het 7th Avenue? Of had ik net heel te fout dat ik zei Broadway... En dat het eigenlijk 7th Avenue is? Ja, dat had ik dus fout. Nou, dat, bij deze corrigeer ik dat even. Maar ze hebben dus fietspaden hier. En dadelijk komen we in de West Village. Dat is waar het meeste, wat ik zei, meeste mensen willen wonen. Of in Soho of in Tribeca. Dat is een beetje de meest populair. Of in de Upper East Side, waar we toen straks waren. Oh, nou gaat Dirk links af. En ik weet niet bij welke straat het is, maar het lijkt alsof hij naar Union Square gaat rijden. Dit is zo'n zijstraat. Het is altijd wel mooi met die bomen en zo. Dat het toch een mooi gezicht geeft. Die zijstraat zo in Chelsea. Met ook wat oude firehouses en wat nieuwere appartementengebouwen. Wat oudere met fire escapes ervoor. Alleen welke straat was dit nou? Ik kan net niet zien. 16th of zo? Volgens mij 16th. Ik kom dadelijk uit bij Union Square. Hij is lekker aan het doortrappen, zeg. Het gaat echt snel. Nou, hier is een of andere school. Er staan allemaal schoolbussen. Dus dan moet je eigenlijk als je auto rijdt... Het is heel belangrijk, ook bij je test... dat je echt wacht voor een schoolbus... Dat je niet doorrijdt, anders ben je echt gezakt. Een FedEx-truck staat weer. Oh ja, dit trouwens lijkt wel gewoon om te parkeren hier links. Niet een fietspad. Op sommige plekken hebben ze dus geen fietspad. En
En dan is Dirk nu weer bij Fifth Avenue. Dan steekt hij over. En dan zie je daar al de bomen van Union Square. Union Square is ook echt een plek waarvan altijd wel iets gebeurt. Of er nou een relletje zijn omdat er een influencer van YouTube of van Twitch of zoiets gratis computers wil uitdelen of PlayStation. Oh, volgens mij gaat Dirk hier eventjes spannend, even tussendoor. Die zijn ze aan het werk. Ja, die workers, die bouwvakkers, die werken echt heel hard. Hij gaat volgens mij hier even een brood halen. Dat is lekker brood daar, bij die bakkerij. Dus ik denk dat we dat even zien. Dan gaan we zo weer verder. Oké. Ja, nou Dirk heeft brood gehaald aan die zijstraatje. In het zijstraatje. En dan rijdt hij richting Union Square. Ja, er zit een auto voor je. Kun je net tussen. En de Farmers Market is hier 3-4 keer in de week. 4 keer in de week op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. En dan komen dus farmers vanuit heel New York, soms wel uren rijden. Komen ze hier vis verkopen of bepaalde groenten. Dus als jij iets speciaal wil, dan ga je naar de Union Square Farmers Market. En dan heb je echt perziken uit het seizoen of kersen. Of in de winter bepaalde apple cider. En ook specialiteiten, dat ze zelf een kaas maken. Of honing, lokale honing uit Soho of uit Nolita of Tribeca. Dat zijn dus overal van die bijenvolken die daar wonen. Dit is 14th Street. En volgens mij gaat Dirk hier eventjes bij Whole Foods ook iets halen. Dus dan zet hij hier de fiets neer en dan gaat hij heel even naar binnen en dan komt hij er weer uit. Dat is denk ik zijn plan. Maar die Whole Foods ligt dus bij Union Square. En nogmaals kun je daar ook gewoon eventjes iets te eten halen. Ook kant-en-klaar en dan gaan mensen in het park het opeten. Ik denk niet dat je net ziet, maar dit is de andere kant. Van hetzelfde. Dus Dirk heeft net iets gehaald hier. En nu gaat hij weer op pad. Dus volgens mij gaat hij nu Broadway naar beneden fietsen. Rechtsaf. Dus Union Square hebben we gehad. Het is rond de 14e straat. Dus dan moet ze nog... als je bij Houston Street weer uitkomt, 14 blokken naar beneden. En dan ben je dus echt bij de rand van Soho aangekomen. Dat is ook een mooi stuk om te stoppen. Ja, je ziet veel dat er veel gebouwd wordt. Bouwvakkers zijn heel druk. Er zijn heel veel ook laden en lossen zoals je ziet. Auto's die op het fietspad staan. Dat je er tussendoor moet. Je ziet duidelijk dat met vergeleken van met vanochtend dat het echt een stuk drukker op straat is. Maar het lijkt dus wel dat je met de fiets toch wat beter terecht kan. In de stad, dat je tussendoor kan fietsen. Hier links heb je... Dit is 11th Street, heb je een church. Volgens mij is het iets van Grace Church of zo. Mooi oud gebouw. En hier beginnen een beetje dadelijk de winkels van Broadway. Die je ook als toerist kent. Bij 8th Street, dat is eigenlijk een straat. Daar zijn we nu... Dit is 9th Street. Volgens 8th Street. Dat is een straat waar heel veel studenten gaan eten en zo. Want we hebben hier heel veel NYU. NYU is de universiteit. Er zijn heel veel gebouwen hieromheen die van NYU zijn. Er zijn veel studenten. Dus er zijn heel veel winkeltjes om even snel take-out eten. Want de studenten koken zelf niet. Dus dat is daar allemaal. Links heb je Astor Place. En als je hier rechts zou gaan, dan zou je naar Washington Square Park gaan. Dat ligt één blok verder, of twee blokken verder. Maar dan is bijna het ritje is klaar. En hoop ik dat jullie een leuke fietstocht hebben gehad met Dirk. Dirk, wil je bedanken dat je dit gefilmd hebt voor ons. Dat was heel leuk. Wil je meer van dit soort video's? Ga dan naar
Lonneke Tours USA op mijn YouTube of Rumble kanaal. Ik heb verschillende afleveringen ook van dat we gaan wandelen of dat we in de auto rijden. En dit keer dus op de fiets. Dan doen we elke keer iets anders. En vind je het leuk, kun je ook steunen op lonneke.com of tijdens live uitzendingen. En onder deze video zie je nog meer mogelijkheden om een steentje bij te dragen, zodat we altijd kunnen zorgen dat we leuke video's kunnen blijven maken. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. We zijn nu op Bleecker Street. We komen bij Houston Street aan, bij Broadway. Ik zie hier rechts nog een groot kunstwerk, blauw kunstwerk aan de muur. Dat is echt een kunstwerk. En dan lijkt het mij een mooi moment om afscheid te nemen van jullie. Like, abonneer en tot de volgende keer.